Ik ben Mark de Hart, vertegenwoordiger van Belgische Handelsmaatschappij. Vandaag gaan we naar de Autoweek Klokke rondkeuring. En ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt. Ik verwacht niet zoveel problemen. Hij gaat elke 20.000 kilometer netjes naar de garage. En wordt volgens schema onderhouden. Dus ja, ik ben benieuwd of ze wat vinden. Wat krijgen we nou zeg? Een Peugeot 508 in de klokje rond werkplaats. Hij is van Marco het Hart, iemand die woont in Oostenrijk en werkt voor een Belgisch bedrijf. Dus dat is een veelrijder van de allerpuurste soort. Hij heeft al 110.000 op de klok in een jaar tijd. Henny, een 508 van een jaar oud. Hoe ver is de staat van ontbinding? Ja, het is nog een jonge auto. Net 100.000 kilometer gelopen. Dus we hebben weinig gevonden. Een beetje slijtage, maar ja, dat stelt niks voor. En een paar foutmeldingen in de bordcomputer. Kleine dingetjes, geen probleem. Zo goed als nieuw dus. Ja. Eigenlijk moeten we vragen of hij, als de termijn afloopt, met 250.000 nog een keer terugkomt. Ja, ja, dat is misschien wel interessant. Nou, we hebben net de keuring gehad. Zoals eigenlijk voorspeld waren er heel weinig opmerkingen. Auto is grondig nagekeken. Zeker dat ze toch wel gebrand waren om in ieder geval iets te vinden. Maar ja, hij heeft de test goed doorstaan. Er zaten wat foutmeldingen in de boordcomputer. Geen schokkende dingen. Dus ik ben er tevreden over.